gaan het hebben over motivatie en de vraag eigenlijk kan ik mijn kind als coach of als ouder motiveren lukt dat bij dat kan ik iets vinden om dat die motivatie misschien wel in het kind te krijgen en dat hij dingen vanzelf gaat doen nou dan moet je eerst weten maar wat motivatie nou precies is en motivatie is niet anders als gewoon de zin om wat te doen uh, en dan ook tot actie te overgaan, want als je veel motivatie hebt, dan ga je makkelijk tot actie over. Als je weinig motivatie hebt, dan ga je wat minder makkelijk tot uh, actie over. Uh, de zin om wat te doen is dan niet zo erg groot. Uh, en als je helemaal geen motivatie hebt, dan ga je waarschijnlijk niet tot actie over. Uh, dus geen motivatie staat gelijk aan eigenlijk geen actie. Dus altijd iets wat je prikkelt om te gaan doen. Wat kunnen wij dan doen om, om, om die motivatie aan te wakkeren? Dan moet je weten wat voor soorten motivatie er zijn. En eigenlijk zijn er maar twee soorten motivatie: um, extrinsieke motivatie en intrinsieke motivatie. Nou, extrinsieke motivatie, uh, zeker als ouder en coach, dat kennen we heel erg goed. Die komt dus uh, van buitenaf, daarvan is het uh, extrinsiek. En je zegt bijvoorbeeld. Ik gebruik straf en beloning om iets voor elkaar te krijgen. Aha. Ga je kamer opruimen. Nee. Kind wil dat niet. Nou, weet je wat? Als jij nou je kamer opruimt, dan mag je vanavond wat langer opblijven. Oh, nou, kind wil wat langer opblijven. Dus die gaat de kamer opruimen en is op dit moment van buitenaf, door jou, met beloning en straf, in dit geval met beloning, uitgenodigd om tot actie over te gaan. Prachtig. Maar nou, kan natuurlijk ook met straf. Dus je, je hé, hey. en nou je kamer opruimen. Ja, maar je hebt geen zin in. Je gaat je kamer opruimen. Anders mag je vanavond, zeg ik, mag je de hele week niet meer gamen. Nou, het kind vliegt naar boven om de kamer op te ruimen, want die wil heel graag gamen. En wil dus de straf ontlopen om niet te mogen gamen. En dan komen we eigenlijk al bij de volgende vorm. Dat is uh, motivatie door trots, schaamte en schuld. Je wordt er steeds van buitenaf geprikkeld om wat te doen. En het gaat, als voorbeeld, maar even hier over winnen en verliezen. Uh, je, je wil graag die trots voelen. Uh, om, en daarvoor werk je heel erg hard in je sport, zodat je later kan terugkijken op je sportcarrière en kan zeggen, jongen, uister, ik ben dan zo trots op wat ik gedaan heb. Ik heb dat en dat bereikt. Of, in de andere vorm, schaamte en schuld. Weer um, maar schaamte. Um, ik was laatste de vorige keer. Ik werk nu even gewoon twee keer zo hard, want laatste ga ik niet meer worden. Dus je bent gemotiveerd door schaamte om wat te doen. Dat kan zeggen dat het nog een beetje van binnenuit komt. Maar het kan ook zijn omdat je die schaamte voelt naar je ouders toe. Zo van: ja, Mijn ouders die denken dat ik een, een, een nul ben. Uh, nou, schuld. Mijn ouders stoppen heel veel geld in mijn sport. Brengen mij heel veel naar het zwembad toe. En zitten daar uren op me te wachten. Ja, ik moet het echt gewoon goed doen. Want anders dan doen zij het voor niks. Ik voel me schuldig als ik dan niet presteer. Dat zijn ook vormen van motivatie. Daar kunnen we heel makkelijk de fout in gaan. Ook als ouders en coaches. Hè. Ook ik zelf als, als, als coach. Als ik die trots, die schaamte en die schuld niet goed doorzie. Als ik die juist opleg, euh, dan kan dat erg fout gaan. Euh, luister, ik ben heel veel keren naar het gekomen. En ik uh, heb nog, uh, thuis nog veel tijd aan besteed om te zorgen dat jij hier kan winnen. En nou ben jij hier en um, je bent niet op tijd naar bed gegaan. Dus het kind zal de volgende keer op tijd naar bed gaan. Want hij wil niet nog schuld krijgen dat hij slecht gepresteerd heeft. Uh, en ik hem dat voor zijn voeten geworpen heb. Als coach. Of als ouder. Um, en met schaamte hetzelfde. En met trots natuurlijk ook. Dan nou, heb je nog een, eentje, een soort tussenvorm uh, tussen wat extrinsieke motivatie is en wat intrinsieke motivatie is. Uh, je kan uh, iets moeten gaan doen om een hoger doel te bereiken. Dus je hebt ontzettend veel zin om, om, om kampioen te worden. Je wil graag uh, plezier beleven aan je sport. Uh, en daarvoor ga je krachttraining doen, wat jij eigenlijk helemaal niet zo erg leuk vindt. Want dan moet je een uur aan het gewicht trekken, dan ben je moe aan het einde, je spierpijn. Uh, dat vind je eigenlijk helemaal niet zo erg leuk, maar je gaat het toch doen, want je wilt hoger springen. Dat is een, je werkt voor wat anders, je gaat een hoger doel bereiken. Je gaat je huiswerk op tijd af hebben, omdat je graag wil gaan trainen. Dat is ook een extrinsieke motivatie om iets te doen wat je misschien helemaal niet zo erg leuk vindt. Ik ga ervan uit dat je het huiswerk niet zo erg leuk vindt, hoewel daar diezelfde aspecten natuurlijk ook een rol spelen: hè? trots en schuld. Uh, of die motivatie van buitenaf. Je gaat nu je huiswerk doen of anders. Maar je gaat je, je, je huiswerk doen. Uh, in dit geval om te mogen trainen. Om iets, of te mogen gamen. Dat zou een hele goede motivatie zijn om het te gaan doen. Dat is in feite een extrinsieke motivatie. voor dat wat je eigenlijk niet wil doen. Omdat er iets anders zijn is. wat je wel wil bereiken. waar je intrinsieke motivatie hebt. Nou, dat moet eigenlijk weten. Intrinsieke motivatie. Dat doe je dus omdat jij het wilt. Je beloont jezelf. Het, het, het feit dat je het doet is de beloning. Dus uh, ik ga darten. Uh, want ik vind het heel erg leuk om te merken dat ik zo vaardig ben. dat ik elke keer die dart in het zaai gooi. Of in die triple 20. Ik ben gemotiveerd om elke keer te blijven oefenen. Ik vind het zo gaaf. Ik heb het vorige week nog één keer is me gelukt. Nu wil ik het wel twee keer laten lukken. Ik wil het elke keer laten lukken. Ik wil een hele grote precisie hebben. Dus omdat jij het wil, ga je iets doen. En de beloning zit gewoon in het werk zelf. Je beloont jezelf. Nou, dat is natuurlijk fijn. En eigenlijk wil je dat heel graag bereiken: dat mensen uit zichzelf dingen gaan doen. En daar veel plezier aan beleven. Dus hoe kunnen wij als coaches en ouders nou dan die intrinsieke motivatie. Beïnvloeden. Kunnen we dat voor elkaar krijgen dat een kind intrinsiek gemotiveerd raakt voor iets? Nou, dat is misschien. Je moet dan goed begrijpen waar het eigenlijk om gaat. En uh, als je weet welke bronnen er zijn voor die intrinsieke motivatie en je gebruikt ze goed. Wie weet, slagen wij er dan in om het kind intrinsiek gemotiveerd te krijgen? We gaan het hebben over de drie bronnen van intrinsieke motivatie. Uh, hoe kunnen we dat nou werkelijk stimuleren? Want die, die, die bronnen, als je daar aan voldoet, dan is het meer kans dat je intrinsiek gemotiveerd raakt. Nou, allereerst gaat het over zelfvertrouwen. En uh, zelfvertrouwen kan je uh, opbouwen. Um, en dan moet je dus als coach, uh, maar ook als ouder uh, en zelfs als springer, moet je dus de juiste dingen doen om het voor elkaar te krijgen. Nou, wat, uh, je moet geloven dat je het kan. Hoe ga je geloven dat ik het kan? Dat is namelijk zelfvertrouwen, geloven ik het kan. Uh, dat kan je voor elkaar krijgen door succesbeleving. Dat kan zijn dat je een nieuwe sprong geleerd hebt. Dat kan zijn dat je een bepaald puntaantal aantal gehaald hebt. Dat kan zijn dat je merkt dat je ouders heel erg trots op je zijn. Uh, het maakt niet uit. Een vorm van zelflening En het, vaak kan je het eigenlijk makkelijker te doen door het halen van doelstellingen. En als jouw doelstelling is om je ouders gelukkig te maken. Dan is dat je succesbeleving en dan geloof je, ik het kan. Maar veel beter is het vaak om andere doelen te stellen, die veel makkelijker te halen zijn. Want je kan een ander niet zo erg goed besturen. En dan zeg je van luister, uh, jouw doel is om deze sprong te leren. Of om um, mee te doen aan deze wedstrijd. Of om een limiet te halen. Nou, eigenlijk is het zo dat je je wil eigenlijk de hoge doelen te halen, maar omdat je. Kunnen, heb je zelfvertrouwen nodig, zodat je de intrinsieke motivatie krijgt, Zodat je jarenlang aan de gang blijft omdat je zelf jezelf prest om er aan de gang te gaan, maakt de doelstellingen vrij klein. Uh, soms lijken ze zelfs onbeduidend. Maar het feit dat je dan succesbeleving hebt, daarmee ga je geloven dat je het kan. Heb je zelfvertrouwen, heb je een bron voor die intrinsieke motivatie. Dat is nummer één. Niet in volgorde van belangrijkheid. Dus alle drie de elementen zijn belangrijk. Tweede is verbondenheid. He, je wil uh, uh, naar een training toe gaan en daar bijvoorbeeld andere mensen vinden die gelijkgestemd zijn. Mensen die je aardig vindt. Mensen die je als je vrienden ziet. Die verbondenheid is voor jou belangrijk. Als je die verbondenheid niet hebt, uh, omdat je je coach heel onaardig vindt, dus je hebt geen verbondenheid met je coach, ja, dan heb je een probleem. En je hebt dus verbondenheid nodig met wat je doet. Met wie je het doet. En ook of het je past of het je doet. Ik ga het nog een keertje extra uitleggen. Met wat je doet is de activiteit. Hè. Als je het niet leuk vindt om te gaan schoonspringen. Dan, ja, dan niet leuk vindt om over de kop te gaan. Als je het niet leuk vindt om nat te worden. Dan, dan wordt het lastig in, in deze sport schoonspringen. En als je de mensen om je heen niet aardig vindt. Als je vaak gepest wordt. Uh, of als je het uh, ja, gewoon uh, met die mensen gewoon niet genoeg klik hebt. Ja, dan, dan is het ook niet leuk. Ik denk dat je primair daar naar de coach moet kijken. Maar dat gaat zeker in grote mate ook voor de mensen om je heen waarmee je traint. Nou, daar hebben we ook voorbeelden van in onze eigen groep. Die zal ik ze nu, 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 nu niet noemen. Maar je snapt misschien gelijk wat ik bedoel met, als het gaat over met wie je het doet. En of het je past wat je doet. Kijk, als, als het jouw sport niet is je, je fysiek gewoon totaal ongeschikt bent voor de sport... Ja, dan zal je ook die verbondenheid met wat je doet uh, gewoon niet snel krijgen. En als laatste gaat het over autonomie. En dit is een hele erg grote en een hele grote belangrijke. Het moet wel zijn dat jij de eigenaar bent van je sport. En hoe word je dan de eigenaar van, van die sport en van wat je aan het doen bent? Het kan ook over huiswerk gaan. Hè? Uh, wij hebben het over sport, maar. Wat we hier vertellen over die motivatie en het stimuleren van de stimulerende motivatie, dat kan je ook toepassen op allerlei andere verzetten van je leven. Autonomie. Als jij niet mee kan beslissen over wat je aan het doen bent. En je moet gewoon luisteren. Ja, dan heb je eigenlijk alleen die intere, extrinsieke uh, motivatie uh, van een ander om dingen te doen. Dus als je autonomie hebt en jij bent de eigenaar, en jij kan meebeslissen in de Keus van uh, hoeveel en, en welk niveau en de, en de tijdsduur. Dan heb je een vorm van atomie. En dan kan je die gebruiken als bron voor die interne motivatie. Um, kan ik dat beter uitleggen? Um, je komt naar een training toe. En een ander vertelt je precies op elk moment wat je, wanneer, hoeveel, hoe zwaar je het moet doen. En jij hebt geen keus. Dus dan kom je een aantal keer tegen dat, je dat, dat het je niet bevalt. Als het maar vaak genoeg gebeurt, je te veel aan die autonomie dus onderdrukt, dan zal diegene op een gegeven moment zeggen: Nou, hier, hier wil ik niks meer mee hebben. Ik heb er ook geen verbondenheid mee op deze manier. Uh, ik stop mee. Als je zegt van: We hebben een doel gesteld. Dat doel gaan we op, via bepaalde oefeningen gaan we bereiken. En nou heb ik een bepaalde oef uh, autonomie uh, om zelf te kiezen hoeveel voorbereidingen. Wanneer uh, uh, ik oefeningen plaats in mijn training, dan ben je daar wel mee bezig. Dan, dat is iets wat we daadwerkelijk ook doen in de trainingen. Dan heb je zelf als springer medebeslissing over de hoeveelheid, het niveau en de tijdstuur. En daarmee ben je eigenaar geworden van je eigen programma. Zeg je, ja, maar dat is dan niet goed. Je, kan, je weet nog nooit genoeg. Nee, dat is dan aan de coach om, om te leren wat genoeg is. Dus die, die gaat je helpen om die autonomie op de goede manier te gebruiken. Kijk, als je aan autonomie uh, erop uitdraait. dat je gewoon eigenwijs bent. en eigenlijk liever alleen maar aan het spelen. Uh, en niks doet. ja, dan, dan heeft dat geen waarde voor de sport zelf. Maar misschien wel voor je motivatie om ook in de train te komen. Dat is al heel wat. Want om in een sport te excelleren. zal je gewoon jarenlang uh, bij die sport moeten vertoeven. Dus. Uh, als de autonomie erop uitdraait dat je misschien wat minder hard werkt, maar je bent er wel altijd, heeft het toch een positief effect. Goed, onthoud. Zelfvertrouwen, verbondenheid, autonomie als bronnen voor intrinsieke motivatie. En het maakt niet uit als het gaat over je huiswerk. Als je zelfvertrouwen voor je huiswerk wil maken, moet je bijvoorbeeld zeggen ik wil dit schooljaar makkelijk halen. Nou, dan moet je hoge cijfers halen. Dus ik stel het doel dat ik dan... Uh, die, die hoge cijfers haal uh, en daarmee als je ze dan haalt, krijg je zelfvertrouwen. Uh, verbondenheid, uh, je hebt een hartstikke leuke klas. En uh, je hebt ook verbondenheid met uh, je ouder die je elke keer brengt. Uh, dus uh, je hebt samen een teamtje gevormd waarmee je een situatie creëert waar je makkelijk je huiswerk kan maken. Uh, en het ook dus daardoor uh, graag doet. Uh, maar jij wordt niet gestuurd om het huiswerk te maken, dat doe je om uh, andere dingen, bijvoorbeeld zelfvertrouwen te stimuleren, uh, te krijgen. Dus je kiest ervoor om voor het vak uh, Nederlands uh, minder inspanning te leveren dan voor je vak wiskunde. En je zegt zelfs tegen je ouder van, luister, ik heb een bijlesleraar nodig. Uh, die gaat me helpen. Nou, Dat zal misschien <laughs> zeer snel gebeuren, maar dat is wel het idee wat hierachter achter zit. Dat, die, dat het kind een soort autonomie heeft over wat hij gaat doen. Um, ik hoop dat dit enigszins duidelijkheid verschaft en wat wij als ouders en kinderen kunnen doen om onze uh, kinderen, uh, om onze springers, om onze pupillen uh, intensief gemotiveerd te krijgen en zo met z'n allen heel plezierig te kunnen werken.